Welkom op vliegbasis Woensdrecht. We gaan vandaag een IFR trainingje doen, een departure Woensdrecht 1. En daarna een arrival op runway 25, ook een IFR. We vliegen dit keer in een PC-7 die gebruikt wordt voor de MVO, de elementaire vliegeropleiding van de luchtmacht. De Woensdrecht 1 departure betekent na take-off een heading 240 en na 5 nautical miles. Een bocht naar rechts richting het oosten, koersje 080, intercepten richting Geelse Rijen, klimmen naar 5000 voet. Vervolgens met een arc om Breda richting 9000 voet. Flaps, take-off position, landing lights on, nu is hij klaar om op te landen op de runway 25. Nou, het is maar goed dat het IFR is, want het vertrekt in één keer. Speeding up. Rolling. And airborne. Gear up. Tikje naar links om de heading 240 te intercepten. Radiaaltje vanaf Woensdrecht, VUR. Zoals gezegd, het is maar goed dat het een IFR is.
goed wint. De parcours 2-4-0. Dus de winst zou dit toelaten tenminste. Op dit moment 3,9 nautical miles van de VOR. Bij 5 nautical miles gaan we een rechte bocht maken en klimmen door naar 5000 voet. En we maken de bocht naar rechts. Een flauw bochtje, het is een vrij ruime bocht. We moeten richting Geels rijden. Radiaal 0,80 op pikken. Op het punt van de radiaal 0,80. Richting Geels en Rijen. Dus een beetje doorrijden naar rechts.
lekker turbulent hier. Nou, we zitten op koersje 080 radiaal richting Geelse Rijen en op het moment dat we 12 nautical miles vanaf de VOR van Geelse Rijen zitten, klimmen we door naar 9000 voet en begint de arc rondom Breda. A bumpy ride. Nog 3 nautical miles. We klimmen nu naar flight level 090. We moeten op een radiaal op een arc zitten van 9 nautical miles vanaf Geelse Rijen. We zitten nu op 9,1, dus we zitten mooi in het bochtje. Tikkeltje naar rechts om de arc goed te volgen.
En op het moment dat we op een radiaal 0,20 zitten vanaf Gilserijen, dan beginnen we de bocht naar links. En vervolgens een radiaal 0,27 te intercepten tot 16 nautical miles vanaf Gilserijen. En dan begint de bocht naar rechts. Terug inbound Gilserijen, VOR. En we draaien naar links. En 16 nautical miles vanaf Gilserijen brengen we nu de bocht naar rechts tot een radiaal van 48 graden.
blijft een turbulent vluchtje. En hier onder ons vliegbasis Schilderijen.
Ja, maar nou, het passeren van Gilserij, VOR, gaan wij RTP Woensdrecht voor straight in op runway 25. Dat is nou net jammer. Prepare 3D. Stop ermee.